Lieve mensen, hartelijk welkom bij Elle Week, aflevering 10. En vorige keer waren we ontsnapt uit de mijnen, zakte ik met mijn zware lichaam door het plafond heen en gaan we op zoek oversteken bij Mountain Ruins. Ruins. Dus hoe dat afloopt, kijk na de intro even verder. Oké, people, let's go to work. Ik denk dat we hier wel kunnen vallen. Oh, we hebben het overleefd. Wat een hoog opstapje, jongens. Oh, dit ziet er nog hoger uit. Ai. Oké. Dit gebouw was echt vreselijk. Ik heb gelijk weer trauma's gekregen. Ik schrok me dood daar. En hier loopt het heel snel naar beneden. Moet je kijken, ik heb er best moeite mee. Dus rennen! Hé, een lichtje. Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Ja hoor, je kan zien dat dat lichtje een boot is. Ik vind je knap, Ellen. Kan toch ook een auto zijn of een motorfiets of een... weet ik veel, en een manuscript ligt hier. Oké. Ik moet daar heel snel naartoe. En we moeten Reach the Mirror Peak Lookout. Oké, dat moeten we dus nu gaan doen. Oké. Spontaan ineens het einde van deze aflevering. Van deze seizoen. Episode 3 is voorbij helaas. Maar we gaan gelijk door naar het volgende episode. Dus jullie hoeven niet te wachten van... Oh. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Oh, dat was de kidnapper, joh. The truth, de waarheid. Oh. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb.
I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. The door was locked. I was a prisoner here. There were only empty sheets of paper here. No manuscript pages. Oh. Gewoon deur open gaan. Gaat een deur open? Hallo? Hallo? Dankjewel voor het vrijlaten. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit? You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? Why, Bill, sir? I'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Oké. Nou, wat dus vorige keer gebeurde. This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Ik heb dus die gozer ontmoet. Hou je mond, ik ben aan het uitleggen aan de kijkers. Stil, jij praat Engels. Mensen begrijpen het niet. Weg. Die man hebben we dus gevonden. Die werd meegenomen door een soort draaikolk. Misschien wel geest iets. En ik werd ook meegenomen. Met mijn flare gun. Misschien ben ik daarom weer gevonden in het water. Ik ben gered uit het water. En ineens ben ik hier terechtgekomen in deze hospital. Of wat is het? Een soort dokterplekje. En nu... vraag dus hoe het met me gaat. Het gaat goed met me. Hij gaf me een antibiotica. Dus ik voelde me een beetje vreemd. Een beetje raar. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned. And you couldn't face that. You're suffering from hallucinations. Ze is verdronken. Ze is dood, zegt die dokter, maar ik weet het niet. Ze is wel meegenomen in het water, maar hoe kan zij uit het niets verdronken worden in het water, weet je? Ze gaat toch niet zomaar een gewoon even zwemmen of zo, weet je? In which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. Ja, je denkt het allemaal beter te weten, meneer de dokter. Maar ik ben geen psychiater, hè? U mag alleen mijn wonden likken, zeg maar. Hoor je dat? Meneer, u mag alleen mijn wonden likken. U hoeft niks te zeggen over mijn dame, over mijn lieve vriendin. Hè? Want ze kan heus wel zwemmen, ze kan niet zomaar verdrinken. Neem me maar mee naar buiten. Doe maar de deur omhoog. Open. Doe maar. Goed, zo alles op slot. Oké, daar komt jongens. Oh, wauw. Kijk, zo mooi. Prachtig dit. Kijk eens. Wauw, ik vind het prachtig. Omgeving is zeker sowieso mooi. Uniek spel. En een week is echt een uniek spel. Hé, wat lag daarop? Oh, ik dacht dat daar een manuscript op lag. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight. Mooie stoelen hier. It will return. I know the instinct is to... Lekkere klapstoeltjes, joh. Moet je kijken. Het zijn mooie stoeltjes, hoor. Ja, bla 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 bla. Ik hoor je niet. Ha, la la la. Ik hoor je niet. Je praat alleen maar poep, meneer. Ik zou naar de wc gaan. Kom maar poep uit je mond. Weg. Wat een mooie klok. Read. Beyond the shadow you shall fall, there's a miracle illuminated. In the memory of a dear friend and the poet. Oké, een soort van monumentje. En mooi, hoor. Moet je kijken, jongens. Oh. Zo. Ik zou wel slaap willen vallen, zo. En dan kijk dan die mooie duinen naar het achtergrond. Een beetje strandidee. Of is het misschien wel dat zonlicht wat erop komt? Waar is het zonnetje eigenlijk? Waar is het zonnetje? Zo, het wordt wel... Voor mij gaat het zonnetje een beetje weg. Cauldron Lake spread below us. I could see Mira Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Moet je kijken. Wordt smerig weer, hoor. There's a storm coming. Funny, I don't recall there being... Die bomen ook helemaal, moet je kijken. Well, no matter. This way, follow me.
Oké, er komt echt een soort storm. Moet je kijken wat een vreselijk weer ineens het wordt. Bah. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why... Zo even buiten gaan zitten anders. Lekker even op het balkonnetje hier zo. Wordt toch mooi weer. Lekker het zonnetje. It's very natural for you to think of me as your enemy. Ik zie wat jij niet ziet. En het is een blauw vormgegeven deel wat we altijd sparen. Of vorige keer ben ik vergeten dat die koffiekan te pakken. Aan de andere kant van dat hek, weet u nog? Ik ben hem vergeten, joh. Stom. Maar ik ga sowieso die koffiekan daar pakken. Hallo, dag meneer. Hallo. Here's the entrance to the office wing. That's for staff. Hallo. Scary, scary, scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Okay, heel creepy. Dag meneer de schilderman. Bent u meneer Van Gogh? Hij heeft nog twee ogen, geloof ik. Hallo, I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Hij heeft me geschilderd. Kijk je hoofd. I need to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Yeah. He's very proud of me. He says I'm getting much better. I think I'm getting better. This way. Come, Alan. This way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. Oh, ik zie twee beertjes. Kijk hoe lief. Doctors, creators dilemma. Huh? Wat is dat? Wat is dit? Rheumatism is killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. Zijn dat niet die twee gasten uit die bar? These two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had a, how should I put this, a heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. Ze hadden, die twee gasten hadden een metal band. Image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. Ze gingen op een boerderij wonen toen de band gestopt was. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle. Hij is bang dat de rock and roll stijl is verdwenen. Oké. Okay. Oh jeetje. I'm so sorry to cut this short. For now, Alan, the power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you volgens mij zit ik in een soort gekhuis, heb ik het gevoel. Try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Being crazy is a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Okay, geven die gasten nou een opdracht aan mij? My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Dag meneer de Beer. Niet te boos kijken alsjeblieft, daar hou ik niet van.
Okay. Return to your room. Hey, meneer de koffiekan, kom eens even lekker bij mij. En ik geloof dat wij ook de trap op kunnen, want ik weet dat er nog een koffiekan zit boven. Even snel heen lopen, zo. En dan hier ga je dan... Waar was ook weer die koffiekan? Hier staat hij, kijk. Hallo! Ik neem je mee. En hier. The power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Hey, wake. Why don't you humor Dr. Hartman? Hier is mijn kamer. Kijk, makkelijk zo. Oké, hij zegt van ja, je kan beter gewoon gaan schrijven aan je verhalen. My hands began to shake uncontrollably. Nou, we skippen hem, jongens. Er is een chaos ontstaan. We moeten even kijken wat er is gebeurd. Het regent, het is rot weer. Waarschijnlijk is iedereen van slag, weet je wel. Door de regen. Take the keys. She was one of Hartman's goons. She had it coming. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Go to Hartman's office. I'm taking it. Come out and face the music. It's time to pay the piper. We're on a comeback tour, baby. Zie je hierin? Is dat een bekend iemand? Ik hoor zijn stem. Koffie. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no. The cops found me a trailer. Jongens, ik probeer alles nu te doen, maar hij doet helemaal niks. Oh, nu doet hij weer wat. And I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Oké, dat had ik moeten afzien. Maar we hebben heel veel cutscenes gezien. Het wordt tijd voor actie. Heb ik maar 6 kogels? Jongens, dat is niet leuk. Kan ik hier eruit? Jongens, mag ik hier uit? Oh, dit is creepy, joh. Oeh! Wat? Oké, daar mag ik niet heen. Oh shit, dat zwarte komt naar me toe. Waar moet ik heen? Oh my god. Oké, ik denk dat ik die... Ja, dat ding aan moet doen, denk ik. Laat ik dat maar gelijk doen. Oh, kom op. Kijk, kittel, achterkant, zwart, al dat zwarte. Kom op, Vince. Kom op. Oké, focus. Waarheen focussen? Oké, dat spul gaat nu uit. Door het licht. Alles gaat kapot hier. Mooi zo. Oké, ik heb alleen maar een wapen, jongens. Ongelooflijk. Zijn de objecten ook nog kapot? Oh, nee. Sorry. Kan ik hier doorheen, denken jullie? Oh, ik ren maar gewoon door. Ik ren maar door als het kan. Ik hoop het. Oh. Oké, hoe komen we hieruit? Jongens? Zit ik gevangen? Oh my god. Pick up flare. We kunnen beter een flare bij ons hebben. Oké. Oh. Chips. Hoe komen we hieruit? Beren? Wat doen jullie, beren? Oh. Oké. Die beren zijn dood. We hebben geen flare kunnen over. We kunnen niks meer doen alleen die manuscript oppakken. Oké, hier doorheen. Rennen? Ik ren gewoon. Oh, dat gaat niet! Waar moeten we heen? Oh, die bol komt hier naartoe!
Oké, ik moet me gewoon niet... Oh. Sowieso niet om me af. Ja, hij komt om af. Oké. Rennen. Die bol komt nu sowieso achter me aan. Hier doorheen. Kom, nee, die deur zit dicht. Kom op, ga alsjeblieft open, jongens. Waar moet ik heen? Hierin? Nee, ook niet. Wat zit nou niet dicht dan? Oké, calm down. Daar kan ik niet in. Hier kan ik niet doorheen. Maar je moet hier naartoe. Begreep ik. Misschien moet je die glazen bol even lokken. Misschien moet je die glazen bol hierheen lokken. Even proberen, jongens. Wie niet waar, wie niet wint, toch? Ja, komt hij al? Komt hij? Oké, kom maar hierheen, glazen bol. Kijk. En weg! Oh, mooi! Mooi gedaan, Vince. En nou maar echt... Oh, wegwezen. Oh, die chips. Dat is mijn grote vriend. Hé, wat kon ik pakken? Reed. Suspended. Hey, come on. We gotta get going. Hallo Barry, het is Barry. But the gate's locked. You're gonna have to go through the hedge maze over there. Barry, I don't have a light. Take this, Al. Oh god! Look at the house, Al! Ziet er niet goed uit dit. Oh! Crappy. Het ziet er niet goed uit. Oh. Dit ziet er helemaal niet goed uit, jongens. Hoe kom ik verder? Het huis is gewoon helemaal op mij aan het afgaan of zo. Wat een hysterische aflevering wordt dit. En ik zie een koffiekan, jongens. Die gaan we even snel pakken. Ook al is het huis helemaal aan het gek doen. Oké, ik pak het snel op. Oké, we hebben een koffiethermos. En wat viel mij aan net? Even kijken hoor. Ik hoor wat, maar ik zie het niet. Oh, daar. Pakken hem. Yes. Oké. Proceed through the garden maze. Oké, dan denk ik dat we die... verwachten. Die ook nog doen voor de zekerheid? Oké, van die dingen zijn we af. Van die rare behekste muren. Deuren. Ik moet inderdaad ontsnappen uit dat rare huis. Wordt in één keer is het helemaal omgeslagen, jongens. Dat betekent dat de dromen nog steeds achterna zitten. Of eerder de nachtmerrie. Oké, en dit is heel funny. Een doolhof. Tuurlijk, jongens. Stop het er gewoon sowieso in. Hartstikke fijn. Holy shit, serieus? Nou hoort hij... Oké, 2 flash en 18 pistoolkogels hebben we. Je laat me schrikken, jochie. Oeh, nog één! Ik wist het. Ik vind ze zo creepy. Ja. En meneer, u bent dood. Goed zo. Oké, laat ik even uitkijken, want die gasten kunnen elk moment op me afkomen. En ik zie een stukje manuscript. Ik pak hem op. Shit, ik hoor wat. Waar zit hij? Waar zit hij, jongens? Ik hoor dat. Waar zit hij? Holy crap. Oh! Waarom? Laat me niet zo schrikken. Nog één. Kom dan, hè? Ben een beetje bang voor jullie.
Jullie komen op de momenten dat je het niet verwacht. Waar zitten jullie? Oké, is veilig. Hier zo'n... Oh, nee, is het niet veilig. Dag, meneer. U komt zeker even... Een flagon, alstublieft. En wou u ook nog wat van mij? Oh, dat is een sterke bad guy. Dat is een sterke. Wacht, daar doen we er twee voor. Want die is wat sterker dan een gemiddelde geest. Zo. En nog eentje. Nou, die is snel dood. Hoppakee. We hebben nog 6 kogels. We moeten nou een beetje of meer kogels vinden of rustig gaan doen met onze ammunitie. Of ik moet gewoon even zo snel mogelijk ontsnappen uit dit gekkenhuis. We hebben wel een manuscript weer. En het is rot weer. En de geesten komen op me af. Ik kan het niet beter omschrijven deze dag. Ik denk dat wij goed gaan. Hoe wil ze hem laten schrikken, hè? Kan ik hier doorheen? Ja. Wat hoor ik? Ammo, yes, ammo, jongens. Oké, ik heb 18 kogeltjes. Is dat Barry? Dat is de dokter! Oké. Uitkijken, er komt hier een gozertje en die is ongelooflijk sterk, zie ik nou alweer. En die komt en die stuurt ook allemaal die rotbeest op je af. En die komt ook nog op mij af. Heel fijn die man, heel fijn. Je kan hem gewoon boeken ook die man, hè, als je wil. Die man kan je gewoon boeken. Ja hoor. Oh, snappy. Hey, kom op. Heb ik geen andere kogels, ik heb geen andere dingen. Maak hem dood. Ik probeer het. Kom, ga dood. Yes! Koffie. Oké, ik heb het gehaald, jongens. Hij is dood. Gelukkig. En nog die vogels, die zijn er ook nog steeds. Oh, wat haal ik die Robbirds. Oh, er komt nog iemand. Het gaat niet goed met mijn leven, jongen. Het gaat niet goed met mijn leven. Ik weet niet wat ik moet doen. Of die vogels... Ik ga die vogels eerst af... Oh! Weg! Snel naar binnen. Dan ben ik veilig. Oeh, zit er maar! Oké, weg jij. Crap. Er komt er nog één. Oh, Big Boss. Big Boss, hallo meneer de Big Boss. Hallo. Heeft u al van mijn kogeltjes geproefd? Oh jeetje, kom op jongens. Hoe moeten we dit doen met die stomme birds? Hoe moeten we dit doen? Ik weet het niet. Oeh! Ik weet het niet goed, maar ze moeten nou niet... ...heel de tijd om me heen gaan zeulen. Want dan gaat het niet goed! Nee! Oké, ik ga maar gewoon rennen jongens. Want daar is licht. En waar licht is, is het veilig. Oh shit. Dit is echt... Het lastigste van het hele spel, geloof ik. Checkpoint. En hier ga ik naar binnen. Ik hoor nog steeds die vogels. Ze zitten buiten, hoor je het? Oh, ze komen naar binnen! Creepy dingen! Oh my god, ga gewoon weg! Oké. Mensen, wie weet hoe verder gaat, kijken volgende keer terug naar Alan Wake. Doei! Ik haat vogels. Zo kan ik hem wel zeggen.